personeel van de Primark wordt uitgebuit. Ze worden gekleineerd, ze worden gecontroleerd en geïntimideerd. Dan wil je natuurlijk ziek melden, maar ja, dat is ook geen optie. Wat is de frustratie van de werknemer? Er zijn een aantal grote klachten die binnenkomen. Onder meer de werkdruk die als enorm zwaar gevoeld wordt en heel veel problemen rondom ziekmeldingen. Ja, wat we heel veel terug horen van mensen is dat Primark echt op de stoel van de bedrijfsarts gaat zitten. Dus Primark bepaalt of jij ziek genoeg bent. Je moet precies vertellen wat je hebt. Je moet zeggen welke medicijnen je gebruikt. Nou, dat is echt in strijd met de privacywetgeving. En als mensen dan ziek zijn en vergeten te bellen, je moet elke dag bellen als je ziek bent, dan kan Primark ook zomaar het loon inhouden. Ik ga hem even ziek melden, kijken of ze daar akkoord mee gaan. Hier, opgehangen. Nou, een half uurtje verder. De hoorn wordt er gewoon ook weer opgegooid. Ik kon me dus niet telefonisch ziek melden. Wat ik nu ga doen, is in het echt. Kijken of ze het accepteren. Is dit een klantenservice? Ja, ja, ik heb een dingetje. Ik moest eigenlijk vandaag werken. Mijn eerste dag. Okay. Voor inwerken, zeg maar. Zoiets. Maar ik voel me niet goed en niet lekker. En ik heb echt heel vaak geprobeerd te bellen, maar dat lukt dus niet op een of andere manier. Ben je wel ingeroosterd? Nee, ik weet nog helemaal niks. Ja, ja, ze zei, kom gewoon er naartoe. Ja, ik ben ook ziek. Oh, echt? Ik mag niet ziek bellen. Je mag niet ziek melden? Nee. Waarom niet? Ik ben nu ziek. Ik heb meer dan 38 graden. Sorry? Ik heb meer dan 38 graden. Koorts? Ja, griep. Ik heb pijn. Ik heb aspirin C bij me altijd. Maar ja, ik heb contract tot geen maand. En ik heb gehoord dat ik niet ziek bellen. Oké, dus, maar jij hebt 38 graden koorts, pijn in je rug. Ja. En je mag je niet ziek melden. Nee, omdat ja, ik ben bang voor mijn contract. Maar je bent bang voor je eigen contract. Ja. Maar je mag hier niet stilstaan? Ja, nee, ik moet werken. Dus je mag nu niet even stilstaan? Nee. Oh, is het zo streng hier, joh? Ja. Primark is natuurlijk een goedkope kledingketen. Hoe komt dat? Nou ja, Primark heeft natuurlijk een verdienmodel dat ze heel goedkoop inkopen en ook heel goedkoop verkopen. Maar dat gaat duidelijk ook ten koste van het personeel. Die zit echt aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En het lijkt een beetje alsof een werknemer een wegwerpartikel is voor Primark. Simpele jeans. 5 euro. Ja. 8 euro. Ja. Nou, dat was alles bij elkaar. Hele zak vol, 57 euro. Ja, klopt. Hoop je? Ja, absoluut. Wist je ook dat de werknemers daar niet mogen plassen? Nee. Je hebt niks in te brengen, je moet werken. Nou, ik was net binnen en ik kon niemand spreken, maar ik heb wel een nummer gekregen van een werknemer die zelf ook ziek was. Ze durfde zichzelf niet ziek te melden. Ik durf het gelukkig wel. Goedemiddag, met René spreek je. Ik had een vraagje, ik moest vandaag inwerken voor de Primark, maar ik ben ziek. Oh, dat is niet zo mooi. Vandaag zou je eerste werkdag zijn. Ja, ik zou ingewerkt worden. Ja, kijk, op eerste werkdag is het wel een beetje zonde als je er niet bent. Maar ja, als je ziek bent, ben je ziek. Maar jullie zitten wel voor een dubbeltje op de eerste rij. Dat is waar. Zo zijn we Nederlanders.